we zitten nu in een COVID-situatie. Dus wat we kunnen doen... Met de dingen film, voorzitter. Assembly-leden, na afvolg pot doen dat bij. Hoe kom op die afvolg? Even een one-make afvolg contact straat. Jouw eigen bondvoorzitter heeft het gezegd. Je mag protesteren. Je eigen bondvoorzitter. Vreselijk. Dan had ik me volgend op. Man was tegen toen bouwden ze met dat papplein. Oké. Man was tegen. Van het volk, bla bla bla. Maar dat zijn pari. Dat zijn pari. Moren erg niet, man. Dat is toch veel goede praktijk zijn. Meneer, alles gaat onder leiding. Ik ga me niet hinderen. U heeft gezegd hinder. U hindert mij. Weet je dat ik hinder? Ja, dat kan u hindert mij. Wat zei u? Heren, wilt u mij assisteren? Waarvoor wilt u deze mensen bescheiden en papieren hebben? Een deelnemer van het verkeer op de openbare weg. Wat zegt u? Een deelnemer van het verkeer op de weg. Maar waarom mag... Een deelnemer van het verkeer op de weg. Is het verkeer van jou? Is het verkeer van jou? Toen politiebond bezig was met hun acties... Wie was tegen de politie? Wie was tegen de politie? Die ondersteuning. Wie was tegen de politie? Even. Wie was tegen de politie? Luister. Even. We weten allemaal dat het slecht gaat hier in Suriname. Ik vraag u, als ik u moet smeken, om een signaal te geven aan de regering. Persoonlijk, als ik hier moet schreeuwen, kunnen weinig mensen me horen. Maar via de soundtruck, we zijn niet hier om dit af te branden. We zijn niet hier om met u te vechten. We zijn hier om de president, de vicepresident, de mensen van de NPS en de PL, wat hun zitten ook in de coalitie, om een signaal te geven dat we de benzineprijs beambten niet kunnen betalen. Ik vraag u alsjeblieft met al uw respect, Sakafasi, als ik me zeg je mag doen, het hoeft niet lang te duren. Meneer, in artikel 21 staat het in de grondwet dat ik geen vergunning nodig heb zodra het vreedzaam het is. En wat raakt de jagba? Femim relax, femim relax. En al die bijna ze, dat jij wat raakt, dan mim relax. Femim relax. Eerlijkheid is pech. Mij en vielen, jou en vielen, we voelen dat allemaal. En als je nu zo komt, dat we zeggen, je wilt ons anders hebben. Want als we morgen komen, hoe begin je dan? Gasoline, hoe begin je? Dat is mooi goed dan. Dan moet ik doen, dat maar een stuk passie. Lekker voor hoe we aan doen. Politiebond, konastrati, de maatschappij dat je dat de mannen afnoemt. Wat voor kunnen van jou doen? Naar hoe goed recht? De zijde die je hem zoekt aan voor kunnen. En school toestrijven, niet te gaan voor kunnen. Dat zijde hem te gaan voor kunnen. Die akkoord op spiegel protest. We moeten het bij ondersteunen, de man toe. Maar toen ook bij ondersteunen, de man toe. Die akkoord op trein, maar kijk je uno. De vergiet die. Wat zeg je te doen? Look how many people school to them, my boy. I'm going to my tank. Maar die beloftes worden niet nagekomen. Zo toe alsjeblieft. Congo tapa jari. Freedom!
systeem. Brada Gassa, Michitak, we proberen zoveel als mogelijk. Even. Michitak, la vreedza mi wa doen. Michitak, ik probeer, kijk wat, no wat aan het zijn nu de, maar mijn eltaso. Dat zei ik heb zo, wat eltaso, dat wordt wat kabine. Dat is 1, 2, hoe zit het met de criminaliteit hier in Suriname, zoals je ziet, de kleine kinderen, ze hebben honger, ze gaan stelen. Hoe gaan jullie daarmee om? En wat is de oplossing qua de benzineprijzen? Want we weten allemaal dat het ook niet gaat droppen. Toch? Dus, misschien heeft u antwoord daarop. En als u het antwoord dat ik aan u vraag, aan het volk kan uitleggen, zou het een perfect moment zijn. Wij kunnen die vragen van u stellen aan de regering. Daarom is het gebruik dat hier petities worden aangeboden, waardoor we die zaken kunnen bespreken. Maar kennelijk hebt u dat niet. Wat wij kunnen doen, we kunnen met een vertegenwoordiging van die actiegroep zitten en de zaken doornemen, ja, op schrift vaststellen. En dan kunnen we vanuit onze verantwoordelijkheid met de regering zitten. Ik ben ook niet hier om een petitie in te dienen, omdat er petities ingediend in het verleden. Er is geen werk van gemaakt, natuurlijk niet van mijn protestactie, maar die komt ook eraan. Maar ik ben ook meer hier om u te vragen, want heel wat mensen hebben ook op u gestemd, en ook op meneer Yogi, en ook op iedereen hier, en ook op Sjaan Bena die daar achterop staat, om even met het volk te komen praten, om uit te leggen van Horispang. Wat we kunnen doen, ik benadruk het, als u wilt zitten, want wij zeggen, we willen het pad van dialoog kiezen. Ja, als je vertegenwoordiging hebt, geeft u ons de namen. We willen dan op een ander moment met u zitten. Kijk, ik stel me wel open daarvoor. Maar mijn vraag naar u toe is, gaat u praten met het volk op dit moment? Die ook
iets van u persoonlijk wilt horen of gaat u hier binnen blijven? Nee, we kiezen ervoor. Kijk, er is een crisis nu waar we serieus mee rekening moeten houden. Daarom heb ik gezegd, vanaf vroegsmorgens ben ik hier gekomen om u te ontvangen. Zodat we in een kleiner verband met elkaar kunnen zitten. Er is COVID. Voordat we verder gaan, we gaan akkoord daarmee. Maar wat ik wel wil zeggen aan de mensen die hier zo staan, is dat veel problemen voorkomen kunnen worden wanneer je communiceert met het volk. Want wanneer je communiceert en zegt van hallo, goedenavond, we gaan volgende week verhogen, dan weet het volk het. Ik wil niet opstaan en plotseling zien aan oliekring. Dat is een van de andere zaken. Je kan ook problemen voorkomen door datgene dat je hebt beloofd na te komen. Want als je het niet nakomt, dan krijgen we dit. Maar dan kan je vrij samen zullen van de inachtgrond. Voor de rest, we zijn naar ons zien. Meneer Martinez Beek op naar buiten om het volk antwoord te geven. Meneer Beek, heb je zelf tegen je alleen? Dan ga niet zeggen. Meneer Beek, heb je zelf tegen je alleen? Dan ga niet zeggen. Ik ga maar alleen. Stilte! Ik wil weten waarom er niet een betere aanpassingsprogramma, een betere vangnet voor het volk is. Want we hebben 1000 SRD op ons salaris bijgehaald. Maar meneer Anesiki, vandaag is 16. Mijn kind van de VOJ-school moet vandaag beginnen en ik heb geen geld. Ik heb geen geld. Dus ik wil weten als jullie een betere programma voor ons hebben. Want 1000 golu no sari, die moet 1000 golu. En mijn pijpbelasting aan mijn diepsa, pas 1000 golu. Bedede. Ah, prese ko hei. Tino manga skoro. Skoro tapu. Skoro kroso ko hei, moro hei. Only prese di umu bakasani. Angadu umu bori. Ko 60 golu. We beggen u nu dat je van volk, je bent van volk, in de naam van Masra Jezus. We zijn hier veel een voorzitter, assembleeleden, naar volk voor doen dat we. U komt op die volk, en we nou want met volk komt op straat hier. U komt op die volk, omdat we vieren. Onze kinderen mogen niet in de prostitutie belanden, nog in de criminaliteit. We hebben die confrontatie. Jana a volksvertegenwoordiging, dus if a volk kon ja, om ab altijd wat op Jesse Gideng. En ik heb ook gezegd aan de heer Pakito als leider voor actie van luister, maar we zitten nu in een COVID-situatie, dus wat we kunnen doen. Hey!
willen jullie niet luisteren? We willen luisteren, ja, maar je moet echt niet zeggen. Wat doen? Maar zoek of met contact naar de regering. Ja? Omdat je kon naar volksvertegenwoordiging. Dus kunnen op keus, hoe jij de nood of you. En wie dat, wie verantwoord in een bestel. Naar zorg dat de regering op de hoogte. En de regering kon aan oplossingsmodellen. Ja, dat wordt nu. Nou, maar dat kan passen dat niet. Ja? Wat mij ook ontdekken met de vakbonden. Koesteren aan dat alle arbeider dat is vrij. Voor te protesteren heeft de zon een zakken. Hartelijk dank. Mevrouw Etnel, waar was je en waar ben je? Het volk wil naar jou luisteren. De fuka, de hebi. Usabi, maar oplossing. En ik kom in one day. En dat om sabi doe. En we doen alles sanisa uma. Alles sanisa uma we doen. Fukonde smana. Alles sani. Maar if you have money. In pai bigi skuld, fire pai de, im kriera America nang asranang. Why you cover like America nang asranang? Tell me. Why you can do that? You know a word of asranamang. Look at posisi pe uste no de. Even neem maar wat zijn wat dat is voor Suriname. Is